Hallo, welkom dus gamers. Mijn naam is Quinten en welkom weer in een nieuwe video, een nieuwe aflevering van Assassin's. Ik heb nu al 3 keer Assassin's Creed gezet, van The Walking Dead, zei dat zei dit. Wat is dit? Dat is ook een ding. Ik had het net opgestart en een paar intro's gedaan en blijkbaar heb ik vergeten op staan of is er iets misgegaan en moest ik opnieuw beginnen met de radio te installeren. Gelukkig had ik de microfoon al, ik heb het ding nog niet weggesmeten en zo. Ik heb vlug door alles geskipt, ik heb net die sleutel gedaan, eigenlijk een halve minuut. Dus dat is chill, ik heb de sleutel erop gezet. Ik heb hier een ding gevonden, een timer dat ik vorige keer niet heb gevonden. En nu gaan we dus weer in het graf kijken naar die ding dat we hebben gekregen. En als ik het zo wat lacht, er is iets toch of niet? Oh. Statue. Chill. Ja, maar dan. Hier ligt niks. Oké. Dat is de tower. Dat is die fontein waar we naartoe moeten. Dat is een brief. Henri. I found 2 more exiles wandering around the Northwest Corridor today. Was able to get them to safety, get them supplies for a few days. They said it's getting ruthless on the other side of the tower wall. More people exiled every week. We are making a difference out here. But if this pace keeps up, I just don't know. We're going to need more help, more intel to stay one step ahead of the bastards. Okay. The mud-slinging posters with my face plastered on them are not helping the situation. Ambra rips them down whenever she sees one, but they are everywhere, as I'm sure you've noticed. I know you want to simplify our system for the tower cache raids, but I need to keep to the shadows. The Sinclair casket and the lantern is working, so we might as well stick with it. Lantern on when there's something for you, off when there's something for me. This way, I can keep my distance, see what's up until I know it's clear. As usual, our resident Picasso has provided a sketch to guide you to the next tower cache. I know I'm biased, but the kid's got ability, right? Maybe you can sit for a portrait one day. Ambra would love that. Same deal with the cache. Supplies are yours. The intel you drop off to me. Be safe. May. Give me. I'm an old hoof. Oh, jammer. Dus, dat trucje ga ik ook nog een keer. Oké, dat moeten we straks doen. Ja, dat wordt gedaan, dus het gaat misschien even 2 minuten langer duren dan normaal, of ja, 5 minuten langer duren. Maar het is dus een paar weken geleden dat ik de video heb gemaakt en ik dacht van, dan hebben jullie er dus ook weer een klein dingetje van dat we moeten doen. We moeten dus gaan inbreken om de shit te gaan zoeken voor haar. En de sigaretten, oké, chill. Hier nog een paar dingen. Maar 1 ding mee. Dan hier dus de boog. Wat dat. En hoeveel. We hebben er 11. Dus oké, dat mogen we erop laten zijn. Als ik het zo herinner, hier een hakbijl. We hebben Lucille nog niet gemaakt. Dus hier dat ding. Dus ik ga dat eerst nog een keer doen. Dat ik de vorige keer heb gedaan. Oké. Oké, perfect. Zoveel als nieuw. Perfect. Oké. Nu gaan we Lucille gaan maken. En dan gaan we gaan kijken wat we moeten doen. Oké, dit, bla bla bla. Ja, maar. Oh, zo perfect. Oké. Gunstation hebben we niet nodig. Gebruik toch amper guns eigenlijk. Ik ga zoveel mogelijk upgraden altijd. Oké, we gaan die ook upgraden. Dat is wel weer shit aan. Ook weer aan de hand. Oké, dan straks spelen. Oké, we gaan die hakbel wegleggen. En dan. Oh, een boek, nice. Oké, lekker. Oké, hoe dan ook, we gaan verder doen. Sorry dat ik niet zoveel heb gezegd. Ik weet niet of dat. Like, ik heb onlangs een video opgenomen van Red Tide en ik heb daar ook amper iets gezegd in de intro. En normaal zit ik heel snel bullshit te zeggen. Oké, wat? Sigaret, waar liggen de andere? Want ze hier zitten. Perfect. Oké, whoops. Medicijn. Houden we er 2 mee op dat niet nodig is. We hebben er daar 3. Oh, ik heb buurt, man. Ik heb net mijn eerste vaccin gekregen ook, dus. Dat is chill. Chunk. Ik weet niet, ik heb lekker zin om hem te laten staan, even hier. Dope. Oké, nu ook, we gaan beginnen. Om te gaan, we gaan de gun meepakken, want we gaan daar kerels zijn.
Het gaan daar mensen zijn. Het is van de Tower. En dat zijn homo's. Dus gaan even. Oh fuck, heb jeuk aan mijn rug. Ik kan er niet aan. Oké, nu wel. Nice. Wat hebben ze naam gegeven? Dat was Davy. Of David. Oh ja, nee, dat waren die twee mensen. De man die moest vermoorden en de vrouw die ik een psychopaat heb vermoord. Oké, nice. We gaan haar kennen, dus nu moeten we. Oké. Ik wil hier niks mee doen. En er mogen ze moeten nu direct naar de toren gaan, denk ik. Ze draaien to find the tower, cash, travel to via Gorilla. Oké. Gaan we doen, maar eerst gaan we even slaan. Lekker. The late evening. What a late evening? Ik wil dat het ochtend is. Het was al ochtend, blijkbaar. Oké, whoops. Oké. Let's go, let's go, let's go. Het gaat dus niet te lang afleveren, want het is fucking warm en wij doen al te zweten aan mijn kop. Normaal horen jullie de ventilator die achter mij, maar. Of ja, toch, alles is niet hard. Maar we gaan vertrekken. De vraag is, wat gaan we doen? Ik heb eigenlijk liefst mijn mes hier, zodat ik erop aan kan voor zombies. Maar ik kan echt niet schieten met. Ja, ik kan natuurlijk ook niet met mijn linkerhand, kan ik niks. Maar ja. De, 28 kogels hebben we. Het zitten er 6 in. Ja, genoeg zijn. Even zo doen. We hebben Lucille mee. Dat zetten we even aan de kant. Ik had de vorige keer dus mijn andere dingen met al die wapens en zo getoond. En ik heb teruggegaan en blijkbaar was die opslaan. Dat is ook een beetje, maar. En genoeg nu. Oh, we hebben nog een popje. Nice. Wat die pakken we straks mee. Laten we daar even. We gaan even gaan. Oké. Dat hebben we al gepakt. Ik weet niet meer wat er daar lag. Waarschijnlijk zo ding met allemaal metaal en shit in. Maar we gaan gaan. Dit is de eerste contact met mensen dat we hebben, denk ik. De eerste keer dat we daar naartoe gaan. Wat? Oké, ja, we hebben al die vrouw en zo dat ik heb vermoord. Oké. Okay. Nou, dat ik problemen heb, I don't know. Hoe dan ook, ik heb dus een Minecraft aflevering opgenomen dat ik misschien ga beginnen, maar ik weet niet, ik ga het eigenlijk niet uploaden. Ik ga misschien met Thomas nog een serie starten op Minecraft. Ik heb een retired glitch opgenomen wat dat fucking chill is, maar ik weet ook niet of ik hem ga uploaden. Dus I don't know, en ik had zin in VR, dat van ik ga het toch opnemen, ook al is kanker warm. Ik hoop zo hard dat ze Minecraft voor VR, ja, op Oculus Quest doen ook. Ik heb niet, mijn computer is te slecht voor te streamen via VR stream of Steam. Oké, we gaan even kijken. Daar is de toon gebouwd. What the fuck? Ik wil even aan dit hoor. Ik heb hem net gezien. Oh fuck man. Wow. Is dat sick. Ik geef hem een beetje kapot nu, maar dat boeit niet. We hebben nog glas. Wat we altijd hè. Moesten we een aansteker vinden. Oh, zo'n bin bij haar. Dat is cool. Dus hier is normaal dat moeten zijn, denk ik. Als ik je goed naar de tekening kijk. Oeps, sorry. Oeps, god. Dit is moeilijk. Op mijn rechterbord. Kast. Oké. Okay. Nu is het drawing. De drawing is. Dus de toren, dat is de toren. En we moeten die fontein vinden die in de tuin zit. Daar is, ik herinner het. Hier zijn er ook, hè. Dus dat is ook van de tower. Dus oké, okay, dit gaat leuk worden. Oké, okay, dit gaat leuk worden. Even mee, we gaan trouwens dit even drinken. Oké. Okay. Moet ik u helpen, mevrouw? Alsjeblieft.
Hey, beat it! Wow, oké. Fuck. Bitch, under my arm a bit. We gaan misschien wel veel geld verliezen, dus het is misschien dom dat ik dat doe. Hallo? Nee, fucking veel hout is wat chill. Oké, ik heb dit echt gemist eigenlijk. Ik wil nu even een meep aan. Ik wil niet te veel scavengen, we gaan toch naar buiten. We hebben nog wat geld op het boek, waarom niet ook Tom Clancy? Okay. Dus daar is de ingang, maar het is daar een garage waar we best naartoe gaan, denk ik. We mogen er niet in, volgens mij. Ik weet dat is de missie dat ze vroeger ook alles hadden toonden. Voordat de game in de kerk uitkwam. Dat zijn mensen. Dat is de tower. Oké. Okay. Ik kom niet tussen. Okay, is dat weer hout? Nee, dat is een boek weer. Oh, dat is hier een andere bot voor mij waar ik kan weggaan, volgens mij. Dat is cool. We gaan het boek weer meepakken. Omdat we graag lezen, natuurlijk. Dat is weer. Het liggen hier veel geweren en veel hout. Daar is er een zombie. Garage waar we op kunnen. Het is die fontein nou moeten zijn. Het liggen daar dingen in. Maar waarom? Oké, ze hebben ons gezien. Skluw. Skluw. Onze held gaat wel hard naar beneden. Zeg maar. Porten hier nou. Kogels, lekker. Oh. Precies wat nodig had ook. Wat? Nee. Het is nog niet vol. Thank you.
Jeff Watts, hoezo? Tinkletoe. Dat moeten we meepakken. Veel te veel sigaret, maar dat kan me niet schelen. Hout dat me niet zo hard nodig aan vinden we heel makkelijk eigenlijk, vind ik. Het doet me pijn. Maar het moet. Oké, we hebben genoeg gedaan denk ik. Oké, we gaan even hier opklimmen. Shit, the fuck. Whoa, it is. Ik viel bijna, oké. Dat is wel mooi. Misschien kunnen we maar aan onze muur aan. Fucking. Let's take this asshole down. I just don't get the plain thing. Lunatic. It's just gonna piss me off even more. Some people just don't realize what a scumbag they are. Fucking hell. Okay. Okay. Zijn we er klaar voor? Okay, weet je wat, we gaan die fontein gaan halen, die shit gaan halen, oké. Okay.
ben hier nog nooit in het huis geweest, dat is ook cool. Oké. Zeg nog een keer, als ik stil ben, bent gewoon van... Dom, ding komt weg, dat is veel belangrijker. Oké, dit is wel sick, wat er hier allemaal ligt, oké. Crowbar, oh, dat is cool, die hou ik mee. Deze hebben we wel nodig. Oké. Oké. We gaan hier straks naartoe. We moeten hier ook kunnen. Ding was me. May Benoit has the waterfall key. Find her. Get it. No reserve without it, understand? Mama's through fucking around with this. Snag Umbra if you have to. And use the fucking brat as trade bait. This must happen. You have to expand this list otherwise. Georgia. We kunnen... Tot laat, we moeten eigenlijk weggaan, maar... Het is recht hiervoor, eigenlijk. We kunnen wachten. We gaan wachten. Gaan we wachten of niet? We gaan niet wachten, we gaan erin gaan. Ook al is kanker gevaarlijk. We zijn weg. Weet je wat? Oké, slecht idee, slecht idee. Oké.
man. Zijn dat nog een gun heb? Zijn dat nog een gun heb? Ik heb geen gun. Wat ik wel heb. Ik heb geen bandages. Fuck. Wat ik wel heb. Is een boog, oké. Okay. Ik heb een boog. Je weet wat ze zeggen met mensen die een boog hebben. Ze is zo fucking low. Shit. Shit. Daar is de boot. Wat zegt hij? Ik kan niet doodgaan. Ik kan niet doodgaan, oké? Okay? Oké, we hebben het overleefd. Nice. Oh, wel een ongeluk, man. Ons geweer kapot. Pijl kapot. Kut. Fuck, man. Hij ging dood. Ze moesten daar nog een seconde aan gebeuren. Oh, eigenlijk gelukkig dat mijn boog kapot ging. Of ik ging dood geweest, overzeer. Oké, okay, we hebben het overleefd. Beetje bloed in ons ogen, maar... Oké. Okay. Dat was chill. Kop zweet, maar... Okay. Poppetje meepakken, liet ik zeggen. Oké, okay, bandage breken. Zo chill zijn. Oké. Oké. En nu kunnen we beginnen. Deze shit weg te smeren. Ik weet niet waarom ik dat altijd wil houden eigenlijk. Ik weet nooit dat het ooit moet wegsmeten, man. Dit gaat niet wegsmeten, fuck doe ik. Fucking veel hout, dat is chill.
Dit is ook cool. We gaan wel straks plan. Waarom pak ik zoveel sigarettendoosjes in mijn kerel? Wat nog een mes als je al... Mijn boog is kapot, dus ik kon daar mee praten, dat is zeker. Chill. Waarom de fuck? Ah, oh. Waarom dat? Die heeft niet veel holen, dus... Gaan we even iets gaan maken en dat gaan helpen. Om mijn chef werd te maken, ik weet niet. Oh. Volgende keer pak ik wel mijn hakbel weer mee, zodat ik die hoven kan afpakken en bij mijn collectie kan zetten. Oké. Okay. Well, dit was een succesvol iets. Wat moeten we nu doen? Oké, okay, we moeten nu... Deposit die intel in de coffin. Oké, we moeten het in de koffer halen. Dat is chill. We gaan ondertussen eerst wel even wat shit maken. Een bag. Ik wil bijna heel mooi schieten nu. En geen proteïne, oké. Okay. I don't give a fuck about you now. Oh yeah. Oké, we gaan de sheriff's ding eens kopen. Dit is de coolere versie van dat. We hebben Lucille al. Een bos zou ik ook best maken, maar we gaan nog even wachten. We kunnen bij hem komen of we kunnen dit doen wat dan leuker leek. We hebben de battle, dus boeit niet. Ik heb nog een keer doen. Zijn we sterker, dat is cool. Dat is cool, oké, nu gaan we het even in de linkjes meenemen. Oh, die hangt daar nog helaas. Oeps. Oké, wat er in gaat zweten. We gaan trouwens even een keer kijken wat er is, want dat is dat we hebben gekregen. May Benoit has the waterfall key. Find her, get it. No reserve without it, understand? Mama's through fucking around with this. Snag Umbra if you have to. Can use the fucking brat as trade bait. This must happen. Going to have to expand this list otherwise. Georgia. The man ziet er chill uit trouwens. Ik ga er nooit echt veel op gelet. Is het hoofd ervan? Oké. We gaan hier naar het reserve. Ding is erin. Die lamp. Ja, wachten. Dus je moet wel de deur sluiten. Well, ik snap niet waarom de fuck dat er iemand zo beslist om op een kerkhof te leven. Oké, ja, misschien zodat er geen mensen komen dat fucking creepy is. En bedoel, het zijn die tijdens niet zoveel zombies, maar al die deuren staan open, niet op slot en shit. Ze kunnen er allemaal doorlopen. Deze deur is niet op slot. Deze deur, iedereen kan hem open doen. Zombies zijn daar in die tom, dus kun je gewoon hoep, hier lopen. Fuck dat. Okay. Waar ben ik zelf? Hier toch? Ja, oh ja, fuck. Oké, okay, we gaan even kijken wat we nu kunnen doen. Misschien met Casey praten. Joop. Sorteren. We gaan even sorteren. We gaan onze sigaretjes even hier liggen. Dan een asbakje. Oké, dat is chill. Nu, als we ooit bindings nodig hebben, of woodscrap, kunnen we dat allemaal opofferen. Ik vind het gewoon chill. Ik weet niet waarom. We gaan gewoon shit beginnen sparen hier. Die hoven lijkt mij chillste. Natuurlijk vrouwenhoven, je weet wel. Je kunt soms je alleen voelen in de zombie-apocalypse. Ik bedoel, dit werkt niet zo goed. Ik vind het gewoon chill dat we die twee hebben. Man en vrouw, dat is wel cool. Misschien moeten ze naast elkaar gaan. Wat is dat? Die kerel zit hoger, man zit naast haar hoger. Waarschijnlijk omdat ze automatisch kleiner zijn voor hun. Nou, ik weet niet. Hier kun je dus trouwens zien wat we allemaal hebben. En dus, ça va veel. Waar staat Woodscraps 42, wat al veel is, denk ik. Spinings. En de safes. Dat hebben we niet nodig. Fuck boeken.
kan ze uiteindelijk wel sparen. Waar is die misschien ook een keer? Zo, even hier. Natuurlijk Lucille pakken. Hier zijn. En dan ga ik afsluiten. Voor vandaag. Ik vind het wel cool hoe dat ze het hebben gemaakt. Ik wil dan ook bedankt voor het kijken. Bedankt voor te wachten op nieuwe video's. Het gaat waarschijnlijk weer een week duren. Misschien niet, misschien ga ik straks nog een opnemen. Maar bedankt toch voor te kijken. Ik hoop dat jullie het een beetje chill vinden, de serie. Het gaat nog veel andere dingen komen op VR en zo. Het is nu gewoon zomer fucking warm. En ik heb nogal eens aan die kutmoes in de interface. Waardoor dat kanker hard zweet. Dus dat sukt. Maar ik vind het echt een chille serie om op te nemen eigenlijk. Het was echt leuk vandaag. Ik hoop dat hij er ook leuk van. Wat is dat op haar oog? Dat was. Ik wil dan ook. Ik ga afsluiten. Dank je voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.